Marjan Arbo en Jokke van Dijk, jullie zijn bestuursleden van Kunstpunt Almelo. Jullie zitten hier nog een paar weken en dan? Dan gaan we verhuizen naar de Marktstraat 8082. Waarom? Omdat het contract hier ophoudt. Dus wat gaat hier gebeuren dan? Hier komen appartementen in, ik geloof 6 appartementen. Harry van Oostende, je exposeert hier met schilderijen van het wat. Hoe bevalt het hier in het Kunstpunt? Nou, ik vind het hier hartstikke leuk. Alleen, ja, wat zo jammer is de laatste weken, is dat mensen zo moeilijk hier kunnen komen. Hoe bevalt het hier op deze locatie? Nou, we zitten natuurlijk op een prachtige A-locatie in Almelo. Behalve nu met al die rotzooi voor de deur. Maar daarvoor was het natuurlijk wel een vrij unieke plek. Want er kwamen heel veel toeristen langs nog en kregen veel mensen van buiten. Dus wat dat betreft is het een hele perfecte plek geweest. Helaas gaat dat verder niet meer doen. Want er wordt hier dus gewerkt aan de straat. Het wordt helemaal heringericht, zoals mensen wel weten. Ja, daarom, jullie zijn niet de enige winkel, een galerie in dit geval, die onbereikbaar is. Ja, nee, dat klopt wel. Anderen hebben er ook last van gehad, hoor. Ja. Hoe hebben jullie het nieuwe pand aan de Marktstraat kunnen vinden? Nou, eerst met hulp van de gemeente en later ook met medekunstenaars, onder andere Floortje en Dennis. Die hebben contacten gehad met de Little Church en daardoor ben ik in contact gekomen met Bertine Elsink, die de eigenaar daarvan is. En die... Little Church is een poppodiumpje in de Marktstraat en ja, daarnaast komen jullie. En daarnaast komen wij. En toen ik eenmaal met Bertine aan het praten was, kwam er dus ook de mogelijkheid dat ze zei van, nou, ik heb wel een idee om iets samen te gaan doen met jullie. Wat vind je van een nieuwe locatie? Dat kan heel leuk worden, denk ik. Vlakbij waar je woont trouwens? Ja, precies, dat ook. Dat ook. Ja, het is een goede ruimte verder en ja, ook leuk dat de ateliers boven zijn. Er is dus de Little Church ernaast, dus ja. Wel net een klant binnen, zeg, op dit moment. Ja, we hebben wel wat aanloop. Gelukkig dat er mensen weer kunnen komen, want het heeft natuurlijk ook dichtgezeten hier. Vanwege de rommel hiervoor, dat het één zandvlakte was en dat de mensen niet door kunnen. Dus we zijn al lang blij dat we nu weer wat mensen hier over de vloer krijgen. Waarom is dit initiatief ontstaan om hier Almeloze kunstenaars te laten exposeren? Omdat er eigenlijk al een hele hoop jaren geen podium was voor Almeloze kunstenaars. Je kon natuurlijk af en toe in de kunsthal, als je heel erg gelukkig was en heel erg goed, dan kon je daar, dan werd je wel uitgenodigd. Waarom schilderijen van de Warren eigenlijk? Dat is je enige thematiek? Nou, in de loop der jaren heb ik er verschillende gehad, maar de laatste jaren zijn het inderdaad de Warren. Ja, je bent daar dicht bij de natuur, zeg maar, het ontstaan van de natuur. En dat vind je hier niet op de vaste wal. Jullie vertrekken hier dus, vanaf 13 december is het dicht. Wat verwacht u van de Marktstraat? Nou, als wij een goede bewegwijzering krijgen van de gemeente, dan denk ik dat dat best goed kan lopen. En de mond-op-mond reclame is natuurlijk voor ons ook heel belangrijk.